belangrijk ingrediënt in mijn keuken is bouillon. Dat kunnen verschillende soorten bouillon zijn. Dat kan een visbouillon zijn, dat kan een runderbouillon zijn, een wildbouillon of een gevogelte bouillon. In dit geval gaan we een gevogelte bouillon maken, een kippenbouillon. Voor een kippenbouillon hebben we natuurlijk nodig kip. In dit geval maak ik gebruik van kippenbouten. We kunnen ook kiezen voor een grote soepkip. En je kunt ook nog kiezen om kipkarkassen te nemen. Dus eigenlijk het afval van gevogelte, van kippen. Daarnaast wat verschillende soorten groenten. Wat prei, selderij, knolselderij, ui, wortel. En ik maak nog gebruik van een beetje gember, seree en wat andere kruiden. En het is belangrijk dat de kippenbouten die ik hier in de pan ga stoppen, dat het water koud is. Nou, en waarom is dat? Als je de kip gelijk in heet water doet, dan stollen gelijk de eiwitten en dan komen de eiwitten dus niet vrij. Waardoor je grotere kans hebt dat de bouillon blind slaat. En blind slaan is een hele mooie term in onze keuken, dat de bouillon niet meer helder is. Nou, wat we nu gaan doen is het water aan de kook brengen. Dat duurt een tijdje. En tijdens het koken van het water zal je zometeen zien dat er een klein beetje eiwit naar boven komt drijven. En dat gaan we verwijderen. Als je nu kijkt, zie je dat het water aan de kook komt met de kip erin. En tijdens dit proces zie je dus de eiwitten naar boven komen. En het is belangrijk dat de eiwitten worden verwijderd van het water. En dan hou je een hele mooie heldere bouillon, wat wij heel belangrijk vinden in de keuken. We gaan nu de groentes toevoegen. En ik begin met de ui. Ik heb de uien van tevoren geschild. En we hoeven de ui niet mooi te snijden. Je mag gewoon de ui door de helft doen. Uitje erbij. In dit volume, in deze pan, met deze kippen, ga ik uit van 2 uien. Want het moet natuurlijk geen uienbouillon worden, maar een kipbouillon. Selderij. Ik heb hier 2 soorten selderij. Bleekselderij heb ik hier. En ik heb knolselderij. Het gaat er ook bij. Een behoorlijk stuk knolselderij. Die heb ik van tevoren geschild, gewassen. En die snij ik nu ietsje kleiner. Nogmaals, het hoeft niet mooi. Het gaat om de smaak. Zo, in de pan. En je ruikt nu al de geur een beetje van de kip met de groenten. Dat is gewoon fantastisch als je bouillon mag opzetten in je keuken. En de bouillon is natuurlijk een heel belangrijk ingrediënt als basis voor verschillende bereidingen, te stoven, voor soepen, voor sauzen. Het zijn gewoon natuurlijke smaakmakers die je gewoon nodig hebt. Prei heb ik er ondertussen ook in gedaan, gewassen prei, ook wat grof gesneden. En een worteltje, niet te veel wortel. Hoppakee, gaat er ook bij. En wat ik altijd doe in mijn keuken is een klein beetje gember in de gevogelde bouillon. Ik zeg nu gevogelte, maar het is natuurlijk kippenbouillon, maar gevogeld is een grote naam. Seree, citroengras, doe ik er ook in. Zo. Nou, nog wat kruiden. Foelie, peperkorrel, laurier en kruidnagel. Foelie is ook belangrijk en dat mag best wel een klein beetje extra. Een beetje extra. Peperkorreltjes. Die moeten eerst gekneusd worden. Laurier, ook een belangrijk ingrediënt in bouillon. En dan heb ik hier nog 1, 2, 3, 4, 5 kruidnageltjes. En dan gaan we op een heel klein vuurtje laten we bouillon trekken. Niet koken, gewoon trekken. 8 uurtjes laten staan. Nou, wat ik daarnet al zei, het duurt gewoon een lange tijd voordat bouillon klaar is. Maar als de bouillon dan klaar is, dan heb je er ook geen spijt van. Je hebt gewoon een heel mooi eindproduct. Nou, nu is het belangrijk dat de bouillon wordt uitgezeefd, zo noemen we dat altijd. Zeven door een fijne zeef heen. Zo voorzichtig over de zeef heen gieten. Alles wat je nu overhoudt in de zeef, dat gaat weg. Dat kan je weggooien. Dat gaat natuurlijk om de bouillon. Als de bouillon klaar is en u heeft hem nageproefd, dan is het belangrijk dat u de bouillon bewaart. Als je veel bouillon hebt, kan je ervoor kiezen om de bouillon te gaan invriezen in kleine zakjes. Bijvoorbeeld in een vacuümzak. Maar het kan bijvoorbeeld ook in een ijsblokjesmat. Kan je kleine postjes maken of afsluiten met een deksel. Of je kiest ervoor bijvoorbeeld om de bouillon te bewaren in een wekpot. Ik zou zeggen, veel plezier met het maken van bouillon. En tot de volgende keer.
Doobie doobie.